Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is de bevoegde instantie die instaat voor de kwaliteit, doeltreffendheid en veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Om die reden voert Directoraat-Generaal Inspectie controles uit vanaf de ontwikkeling van de geneesmiddelen tot en met de distributie en de aflevering. We beschikken eveneens over een speciale onderzoekseenheid die de strijd aangaat tegen namaakgeneesmiddelen. Zij voert zelf onderzoek uit, maar verleent ook haar expertise aan andere bevoegde instanties zoals het gerecht. België is zeer sterk wat pharma betreft. Het is tevens het logistieke hart van Europa, dus er is heel veel werk op de plank. Ons takenpakket is in die zin veranderd dat er meer domeinen zijn die te inspecteren vallen, meer actoren en ook de activiteiten worden alsmaar complexer. Zo gebeurt de distributie meer en meer wereldwijd. We voeren onze controles en inspecties altijd uit op basis van een risicoanalyse. Zo hebben we enerzijds de routine-inspecties, maar anderzijds voeren we ook thema-inspecties uit. Deze thema-inspecties worden uitgevoerd na het vaststellen van dezelfde tekortkomingen bij verschillende actoren. Zo hebben we in het verleden bij de distributeurs en logistieke partners reeds thema-inspecties uitgevoerd in het kader van temperatuurregistratie en bewaarcondities. De Europese Falsified Medicines Directive is zeer belangrijk voor ons. Deze Europese wetgeving gaat de strijd aan tegen namaakgeneesmiddelen door een verhoogde controle op distributie en fabrikage. Enerzijds door registratie van bepaalde actoren zoals brokers of bemiddelaars. Een verhoogde controle voor actieve substanties. En eveneens de online verkoop wordt beter gereglementeerd. Er is een grote taak weggelegd voor de industrie zelf in kader van de implementatie van de safety features. Zo moeten zij instaan voor de creatie van specifieke codes op de verpakking, maar eveneens voor een informatica-systeem die deze codes kan controleren. Op die manier wil het Federaal Agentschap samen met de sector voorkomen dat illegale geneesmiddelen bij de patiënt terechtkomen.